Ik zeg welkom bij vlog nummer 18. Waar gaan we het over hebben? Dat gaan jullie zien na de intro. Dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Waar gaan we het over hebben? Titel hieronder zou het al iets vertellen. Hoogwaarschijnlijk. Maar goed. Alsnog, tof dat jullie kijken naar deze video. Heb ik net ook gezegd. Wij gaan het hebben over mijn vakantie in Spanje. Ja. En ik heb al eerder gezegd dat ik daar niet heb gevlogd. Maar ik heb wel wat filmpjes gemaakt. Maar ook heel veel foto's. Zoveel dat ik gewoon niet weet waar ik eigenlijk nog foto's van heb gemaakt. Ja. Maar goed. Deze laat ik jullie nu even zien. Dit heb ik gewoon puur voor mezelf gekocht in Lorette. Staat wel Barcelona op, hier zo. Maar ik had zoiets met. Ja, we zijn in Barcelona geweest. Die boot heb ik gezien. Ja, een echte. Gaan jullie ook duidelijk zien in de foto's. Die kerk heb ik van ver af gezien, helaas. Ja, die andere gebouwen hebben we ook wel gezien, zo door de reis door. Barcelona. Dus dat is mijn souvenir. En ik heb voor mijn familie ook andere leuke souvenirtjes meegenomen, uiteraard. Maar en voor jullie nu deze video en de foto's is mijn souvenir naar jullie. En gratis. Goed. De reis begon voor mij midden in de nacht. Ik ben met de auto rond 12:00 vertrokken richting Schiphol. Ja. Eenmaal in Schiphol aangekomen, heb ik de auto geparkeerd. Ben hem naar binnen gelopen naar het vliegveld, in het vliegveld naar Schiphol. Nou. Dan, zoals ik denk als eerder heb gezegd. Ben ik met een organisatie mee op reis gegaan. En dat doe ik meestal eens in de 2 jaar. Vind ik wel leuk. Nou, je gaat elkaar met elkaar verzamelen. Tot je eigenlijk met de hele club bij elkaar bent. Dan loop je richting de incheckbalie. En ja, eigenlijk begint de reis op Schiphol. Je vakantie begint op Schiphol. Zodra je hebt ingecheckt. Je hebt je boardingpas en je koffers zijn richting de bagagebanden. Ja, dan begint het eigenlijk al stressend. Omdat we bij de vliegmaatschappij waar we mee vlogen, ja, we waren bijna een beetje te laat. Dus we hadden ook niet echt veel tijd om fatsoenlijk te shoppen of zo, weet je. Maar goed, dat even terzijde. Eenmaal in het vliegtuig. Gelukkig was het vliegtuig wel mooi op tijd vertrokken. En we zaten ook wel lekker mooi op tijd in de lucht. En gelukkig waren we ook vrij snel in Barcelona. Ja, in Barcelona was het eigenlijk al meteen weer doorlopen naar de uitgang. Om daar weer met de bus van de reisorganisatie waar we hebben geboekt. Naar Lorette mee te gaan. Eenmaal in die bus. Ja, toen kreeg ik het zwaar. Want, zoals ik al zei, we zijn 12:00 s'avonds, s'nachts vertrokken richting Schiphol. Eenmaal in Schiphol aangekomen, rond 2 à 3 uur in de nacht kwamen we aan. En ja, voordat je eigenlijk in de vliegtuig zit, is het 6:00. Ja.
En voordat je in Lorette of in Spanje bent, was het. Pak een beetje. 9 uur? 9 uur. Maar zoiets, 9 uur. De busreis naar het plaatsje Lorette was ook nog een dik 1,5 uur tot 2 uur rijden met de bus. Dus ik was toch wel op. In de bus heb ik wel geslapen, maar niet echt comfortabel geslapen. Dus ja, eenmaal in het hotel hebben we de spullen een beetje erbij gedopt. Ja, dan eigenlijk ook niet geslapen. Nee. Eerst ruzie gemaakt over de wifi. Ja, niet onderling, maar gewoon. Het was best wel prijzig. Je moest gewoon 15 euro betalen per week. Echt 15 euro voor wifi. Hallo. Maar goed, we hebben het wel gedaan. En ja, je kon dit ook niet delen, want het was echt per device, hè, per tablet of telefoon. Dus als je 2 telefoons bij je had, moest je ook 2 keer 15 euro betalen. Dus 2 keer 30. Kom je uit op 30 euro. Voor 2, bijvoorbeeld als ik mijn laptop mee had genomen en de telefoon en ik wou op die 2 wifi hebben, kost het me gewoon 30 euro. Hier. Maar goed, jullie zien nu even het hotel, hoe het hier eruit zag. Juist, slecht. Op zich, het was wel een redelijk groot hotel, maar luxe? Nee. Het kamertje was enigszins wat te doen. Balkon hadden we niet. En jullie weten, ik rook. Nou, ik stond echt letterlijk, figuurlijk, gewoon op een klein plateautje. En ik kon daar echt gewoon niet fatsoenlijk staan om daar even een sigaretje te roken. Dat was dus echt niet fijn. Het uitzicht, ik keek tegen een oog. Ik keek gewoon recht tegen een random woonhuis aan. Random een woonhuis. Appartement. Echt. Privacy had je daar gewoon niet. Stel, ik zou me omkleden, moest ik gewoon die gordijnen dicht hebben. Want je kon gewoon recht naar binnen kijken. Hè? Recht kon je gewoon in die woonkamer kijken. Dat is toch niet leuk? Je bent op vakantie, dan wil je niet. Laat maar. Dat is het hotel. Gelukkig was de rest van de vakantie wel top. Ja. Zoals de strand. Ja. Helder blauw water. Top. Dus daar heb ik ook hele leuke foto's van gemaakt. Die laat ik jullie nu ook even zo tussendoor even zien. En in die tussendoor ga ik ook even een beetje praten. Ja, zoals de strand. Ja, de boulevard was ook redelijk druk. En heel veel toeristen ook. Ja, en wat ik eigenlijk leuk vind aan Lorette is gewoon. Ja, je bent eigenlijk. Ik ben er al nu 4 keer geweest. Ja, 4 keer ben ik er geweest. En ik weet gewoon. Daar is daar, daar is daar en daar is daar. Dus ik weet overal de weg. En heel veel mensen die met mij mee waren op vakantie vonden dat sowieso al zeer fijn. Iedere ochtend ben ik ook even gaan wandelen. Ik heb een soort ochtendritueeltje gemaakt. Ja, ik ben even door dat hele leuke bosgebied, wat jullie nu even gaan zien, ben ik even een stukje gaan wandelen. Dat. En natuurlijk die foto's, ik had die. Ja, deze boomstam die jullie nu zien. Ja, die had bij mij wel een bijzonder iets. Ik zag die boom staan. Ik had zoiets, ziet dat nou goed? Is die nou echt gewoon eromheen gebouwd? Of hoe zit dat? Ik had zoiets, dit noem ik kunst. Dat vond ik mooi om te zien. Dus vandaar dat ik daar ook even een goede foto van heb kunnen maken. Uiteraard zijn we ook in Marineland geweest. Nou, daar heb ik gefilmd. De dolfijnen show. Alleen ik weet niet of ik die in deze video erbij ga zetten. Denk het niet.
Dus ja. En ja, in verband ook copyright, dus ik moet daar echt heel goed mee uitkijken. Dus ik heb wel wat leuke foto's. Ja, en ja, jullie zien dat inderdaad ook, die rookwolk daar. Ja. Hoe krijg je een heel zwempark op stelten? Echt, op een gegeven moment. We lagen in de zon en op een gegeven moment hoorden we gewoon gefluit van de badmeesters. En op een gegeven moment, we zagen iedereen één kant op kijken. En heel, zo kreeg je dus echt een heel zwempark. Echt in rep en roer met oh shit, oh shit, oh shit, is het hier, is het hier, is het hier. Gelukkig viel het allemaal reus mee. Het was niet op het zwempark, maar het was gewoon een klein bosbrandje. Dus het was, ziet er ernstiger uit dan het was, maar het viel eigenlijk allemaal reus mee. Gelukkig. Ja, Barcelona. Daar gaan jullie nu even wat foto's van zien. Dat was ook een zeer leuke ervaring weer. En ja, ik heb nog nooit eigenlijk echt de ferries, hè, die cruiseschepen wat jullie nu zien, heb ik nog nooit zo van dichtbij gezien. Dat is echt zo enorm groot en ik had echt zoiets toen ik er eentje voorbij zag komen, ik dacht met zo. En dat te bedenken dat daar gewoon mensen op gaan en vrachtwagens en auto's en bussen en noem het maar op. En het schijnt ook gewoon dat er gewoon een compleet zwembad erop zit. Kan je je dat voorstellen? Nou, toen ik die boot zag, ik als je dat kan ik me eigenlijk wel wat voorstellen. Ja, en natuurlijk de Ramblas, hele grote lange winkelstraat, staat ook heel bekend met de levende standbeelden, zakkenrollers en natuurlijk de kraampjes. Heel interessant om te zien en leuk om te zien. En natuurlijk ook de straatverkopers, maar daar hebben we eigenlijk gewoon niks van aangetrokken. We zijn gewoon lekker onze dag goed gaan vieren en we hebben die dag lekker afgesloten met dat hele bekende fontein. Wat was dat weer een enorme mooie ervaring. Ja, en eenmaal weer terug in Lorette. Ja, is het eigenlijk weer een beetje hetzelfde geweest. Een beetje strand liggen. Weer even een stukje gaan zwemmen door de zee. En discotheekjes weer even bezocht. Merendeels Nederlandse tentjes, want die zijn toch voor mij wel het gezelligst. Dus ja, verder heb ik eigenlijk niet veel bijzonders meegemaakt in Spanje. Ja, het was gewoon warm. Ik ben goed bruin geweest. En ja, nu zie je dat niet meer. Ik ben nu natuurlijk weer teruggekleurd naar de Nederlandse gesteldheid. Maar goed. Ja, zo'n vakantie gaat snel. Als je eenmaal weer terug bent in Nederland, dan denk je met, oh, zijn we nu alweer in Nederland? Ja. Dan wil ik jullie eigenlijk alweer gaan bedanken om te kijken naar deze video. En laat een duimpje achter, een commentje. En vergeet niet op deze button te klikken voor te abonneren. Hier mogen jullie op klikken voor andere video's van mij. En dan zeg ik je weer tot een volgende video.